Ze zijn vereend om aan deel te nemen. We hebben 10 Winterswijkse basisscholen die dit jaar deelnemen. Gisteren hadden we 5 gehad en vandaag hadden we weer 5. Eerlijk verdeeld. En wat moeten leerlingen zo al kunnen? Dit is het praktisch verkeersexamen wat wij nu afnemen, gisteren en vandaag. Ze hebben, morgen hebben ze het, dat is ook landelijk, dat is het theoretische verkeersexamen. Wat wij doen is aftoetsen of de leerlingen een beetje zich een weg kunnen vinden in het verkeer. Of ze een beetje praktisch op de hoogte zijn van hoe het hoort. En is het een route die, laten we zeggen, uitdagend is, dus waar ze hun kennis echt getest krijgen? Dat mag ik wel zeggen. Het is nu voor de 10e keer dat we deze route doen. In het verleden hadden we dus in een afgezette woonwijk hadden we een routetje uitgezet. Dat was ook op verzoek van een Winterswijkse basisschool. Daar zeiden van, nou, de kinderen kun je niet zomaar het verkeer insturen, dat moet een beetje veilig gebeuren. En wij zeiden van, ja, ze moeten vrij in het verkeer kunnen bewegen. Dus 10 jaar geleden hebben we deze route in deze vorm opgezet. 5 kilometer dwars door Winterswijk, rotondes over, links afslaan. Ze moeten zelfs afstappen bij de Misterraden, voetgangersgebieden, weten ze ook hoe het hoort. Dus dat is ook mogelijk geworden omdat één iemand van ons in het bestuur, Anton Reuvenkamp, die kwam toen met het voorstel van er is nou een maatschappelijke stage ingevoerd. Dat was 10 jaar geleden op de middelbare school. En wij zijn toen naar het toenmalige Driemark gegaan en hebben een HAVO-4-klas leerlingen bereid gevonden om ons te helpen. Dat is nu ook het geval. U heeft gisteren de mensen van Schaarsvoorde gehad, de derdejaars, derde klassers. En vandaag de mensen van het GKC. Dat zijn de controleurs, zou je kunnen zeggen. Die weten al hoe het moet. Ja, even een correctie. We hebben gisteren van het Schaarsvoorde, hadden we dus, ja, dat zei u goed, maar er waren eerste klassers. Dat was ook voor ons een verrassing, maar we hebben dus eerste klassers gehad. En dat was nog wel grappig, maar we hebben dus vorige week een uur besteed om alle uitleg te geven aan die leerlingen. Om de taken te verdelen, zeggen wat wel en niet moet. En we hebben inderdaad wel vandaag derde klassers van het Gert Komrij College bij ons helpen. Maar die eerste klassers, dat waren inderdaad leerlingen waren erbij die vorig jaar zelf dit examen hebben gefietst. En nu een jaar later staan ze aan de kant en dan mogen ze beoordelen of de leerlingen die nu langskomen, een jaartje jonger dan hunzelf, of die ook geschikt zijn om in het verkeer deel te nemen. De route vandaag is een klein beetje zwaarder, zou je kunnen zeggen, dan die van gisteren, want ze moeten over de markt. Is dat nog een extra hobbel? Ja, dat is wel een extra hobbel. En dat is niet alleen op de markt, want daar staan ook de kramen. Ze moeten net voor de kerk langs, waar alles in de steiger staat. Het is een beetje rommelig daar. Maar daar houden ze een leerling geposteerd, die ook duidelijk geïnstrueerd is. Van, als het nou heel druk wordt zo dadelijk in de loop van de dag, in de loop van de ochtend. Kijk maar of ze veilig aan het verkeer deelnemen. Ze moeten daar wel sowieso richting aan geven, als ze links afslaan richting Talamini. Maar als ze afstappen omdat het gewoon te druk is, dan doen ze het goed. Ze moeten rekening houden met de omstandigheden. En die leerling weet dat heel goed wat wel en niet goed is. Dat is aan hem om te beoordelen op dit moment. Je staat hier te controleren bij het verkeersexamen. Daar gaat een kandidaat langs. Waar let je op? Of ze de hand uitsteken en of ze hier niet zomaar afslaan, maar via het fietspad gaan. En of ze om zich heen kijken en rekening houden met andere fietsers om zich heen. Ben je zelf ook zo'n nette verkeersdeelnemer? Ik probeer het altijd wel, maar het gaat niet altijd. Maar meestal gaat het wel goed. Je doet dit in het kader van je maatschappelijke stage, heb ik begrepen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Daar krijgen we een aantal uren voor. En dat, we moeten 10 per jaar maken op VWO. En dan tot VWO 5. En dan hebben we 30 uur gemaakt.